Ik ben depressed. Ik zit in een depression. Ik zit in de... Hoe noem je dat? De put. Ach. Jij zit in de put. Nou, dat komt mooi uit. Waarom komt het mooi uit? Nou, ik wou vragen of je mee gaat wat drinken. Dan zuip je die hele put vol met witte wijn. Dan zwem je omhoog en dan klim je eruit. Ja, of je verzuipt erin. Nee, natuurlijk niet. Zeg, wie heeft jou in die put geduwd? Niet iemand, zon. Iets. Iets. Wat moet ik nou nog met de rest van mijn leven? Gaat het nou altijd zo door en verder niks? Moet ik nou voor altijd hier in dit uitgestorven huisje blijven wonen? Ik zal een bordje bij de voordeur hangen. Mijn laatste dakje. Wat moet ik hier nou? Mijn gazonnetje maaien. Keukenkastjes een sopje geven. De begonia's bewateren. Wat heb ik hier nou nog? Nou, je hebt mij. Hé, hey, schat, en ik hoef geen sopje, hoor. Althans, niet van jou, maar... Ik ben er. En ik zou echt nooit meer zonder je kunnen. Besef je dat? Nou, kom op, schat, dan gaan we wat drinken. Nee. Maar jawel, je moet je niet opsluiten met een depression. Dan wordt het alleen maar erger. Nou, kom op. Hé, hey, dan mag jij alles betalen, oké? Dit is mijn vader en papa, dit is Thijs. Dag Thijs. Dag meneer. Zeg maar Frank hoor. Hallo, bepaal jij dat? Nou, dat wou je toch zeggen? Dat zeg dan zelf wel, Steven. Nou, ik denk ik help een handje mee, maar oké, dan zegt hij toch geen Frank. Zeg maar ouwe lul tegen hem is ook goed. En dat daar is Steven en dat schijnt mijn broertje te zijn. Hé, hey, Steven. Hé, hey, zeg maar meneer hoor, want ik vind namelijk Steven, dat Steven, ga je nou één keertje je kop dicht houden? Het kan, maar ik denk niet dat ik het doe. Ik heb namelijk iets te vertellen. Thijs en ik gaan... Laat me raden, jullie gaan uit vanavond. Dat ook. Maar wij gaan ook samen wonen. Wat? Ik ga bij Thijs wonen. Ik trek bij hem in. Ik ga het huis uit. Ja, ouwe. Zo gaat dat, hè? Dat moet. Dat hoort zo. Zeg, wat maak jij? Een aubergineschotel. Wat zit er allemaal in? Nou, aubergine. Een aubergine. Lekker? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Heb je honger? Nou, het gaat. Het wordt heel lekker hoor. Vast. Zeg, wil jij een aperitiefje? Nou, lekker. Rozeetje? Nou, ik heb meer trek in een wit wijntje. Nou joh, dan maken wij toch en een rozeetje en een wit wijntje open. Kom wel op hoor. Leven is kort. En zo is het. Je witte wijn? Je wou toch witte wijn? Achtervolg jij mij of zo? Jij mij? Ik sta hier, jij komt binnen. Jij achtervolgt mij. Ja, maar ik kom hier altijd en jij komt hier nooit. Dit is mijn café. Oké, maar ik mag hier ook komen. Ik heb het nog gevraagd. Ze zeiden inderdaad dat het jouw café was en toch mocht ik naar binnen. Wist je dat ik witte wijn wou? Dat zag ik aan je. Ja, maar je had hem al besteld. Ik bedoel, hoe wist je dat ik komen zou? Bepaald gevoel. Ik dacht, over 5 minuten komt ze binnen. Weet je wat? Ik bestel vast een witte wijn voor haar. Wat een slappe versierbabbels heb jij, zeg. Het zijn versierbabbels, maar ze zijn niet slap. Ik vind ze niet slap. Ik ook niet. Ik vind ze eigenlijk wel erg leuk. Dank je. Nou, waar zullen we op drinken? Op onze bruidsmeisjes.
Waar hou jij trouwens van? Van wit goud of van geel? En moeten we nou een diner geven tussen de receptie en het feest? Want ik aarzel. Jij zegt ook niet veel, hè? Maar ja, dat kan toch niet? Hoe lang ken je die jongen? Een week. En hij gaat nog steeds niet vervelen. Nou, nou. Hij is het, dat weet ik zeker. Dan kan je toch niet beoordelen na één week? Pap, we gaan niet trouwen. En we gaan ook nog geen kindjes maken. Ik ga alleen bij hem wonen. En jij hebt zelf gezegd dat ik een keer het huis uit moest. Een keer ja, maar een keer hoeft niet nu te zijn. Ja, wanneer is een keer dan? Nu is een keer. Ben ik dat? Ja, weet ik veel. Maar je mag in ieder geval niet mee. Maar dan moet ik hier thuis blijven zitten met dat stuk ongeluk daar. Man, wat ga jij het zwaar krijgen. Grote God. Want dan heb ik die muts niet meer op af te reageren. Dan krijg jij alles. Maar ja, alsjeblieft. Pap, zo gaat dat in het leven. Kleine meisjes die worden groot en die vliegen het nest uit. Ja, dat weet ik. Maar het gaat zo snel opeens. Het gaat zo snel. Maar dat geeft jou toch ook weer mogelijkheden? Ja. Nee, precies. Als je nou dit stuk ongeluk ook even wegwerkt, dan kun je gaan hokken met Kees. En een leuke verzorgingsflat of zo. Heel leuk. Maar zover zijn we nog niet, hè? Eerst gaan we nog even genieten van mijn laatste stukje jeugd. Gezellig met z'n tweetjes, toch? Ik moet weggaan. Sorry, Jaap. Kunnen we anders van de week niet gewoon nog een keer afspreken? Van de week? Ja. Ja, dat kan. Maar, tja. Ja, want weet je, ik bedoel, als je nou een hele grote, hele lekkere taart hebt, dan moet je hem natuurlijk niet ineens achter elkaar opeten, want dan krijg je buikpijn. En bovendien is het zonde. Ja, je hebt natuurlijk absoluut gelijk. En dat kan ook echt, deze week, dat kan. Maar... Oh, ja, ja. Leer mij de mannen kennen. Die willen altijd alles snel, snel. Want dan kunnen ze ook weer snel, snel weg. Ik ben een vrouw met ervaring, Jaap. Oh. Ik wil gewoon zo lang mogelijk van je genieten. Ik ook van jou, son. Echt. Nou... Dan zijn we het eens. Dat zijn we. Oké. Want weet je, ik wil namelijk elke dag taart. Maar dan moet je wel hele kleine hapjes nemen. Dat zal wel zo zijn, zeker? Ja. Dus? Zit er niks anders op dan dat we deze week nog een keer afspreken? Doen we. Oké. Maar daarna zal je toch echt achter de taart aan moeten? Hè? Anders kan je er ook geen kleine hapjes meer van nemen. Achter jou aan, hoe bedoel je? Hè? Als je me wilt blijven zien, dan zal je mee moeten naar waar ik woon. Oh? En waarom zou ik zo snel moeten meegaan naar waar jij woont? Elkaar even opzoeken, dat gaat niet. Oh, dat gaat niet. En waarom zou dat dan niet gaan? Geef mij eens één goede reden. Ik woon in Sydney, Australië. En ik ga er over 2 weken weer naartoe. Deze of deze? Nou, ik zie het verschil niet. Deze is met rode stippen, deze met gele. Oh, jij denkt dat als je per ongeluk de verkeerde kleur stippen hebt, dat Kees meteen denkt, nee, nee, ik wil er niet meer samenwonen. Ik wil niet samenwonen met mannen die dassen dragen met gele stippen. De rode. Hey, pap, wanneer gaat het dan eigenlijk gebeuren? Dat weet ik niet, dat gaan we dan overleggen. Maar je zet mij niet zomaar het huis uit, hè? Waarom niet? Nou, ik ben je zoon. Hé, hey, je kind. Waar moet ik dan heen? Jij blijft nog even bij ons tot je eindexamen en dan ga jij ook. Maar waarheen dan? Weet ik veel, studeren of zo. Studeren? Ik heb net jaren op school gezeten. Nou, dan niet, dan ga je werken. Werken? Waarvoor werken? Voor geld. Alleen maar voor het geld? Je zegt zelf altijd dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Ja, dat moet ook. Je doet iets wat je leuk vindt en daar verdien je je geld mee. En wat vind ik dan leuk?